just give me a... Oké, ik heb even mijn make-up gedaan en ik ga nu naar de Hoxton. Ik ga even werken en ik heb daar een meeting, dus ja, we beginnen de week lekker goed. Het is wel echt al 1:30, maar een beetje boeien. Ik ben lekker gezellig met Maggie. We zijn in de Hoxton aan het werk. Nou, ik weet echt niet wat er gebeurt. Ik heb die Olaplex drug shampoo, hè? Oh, ja? Ja. Is dat goed? Ja, dankjewel. Oh my god, I want it. I want it? I got it. Nee hoor, we gaan even lekker werken hier. Zo chill. Ik heb een beetje een puist hier op mijn kop. Oké, vorige week was mijn verjaardag. Ik heb super veel gesopen, gefroten. Niet gedaan. En het is nu weer tijd om even gezond te doen. Wat mij daar heel erg bij helpt, zijn de producten van Corot. Ik heb het vaker gezegd. Ik ben gewoon mega fan. Ze hebben super veel chillen. Superfood. Maar ook gewoon grote hoeveelheden. Bijvoorbeeld rijst. Pasta's. Waardoor het echt super voordelig is. En het ook voordelig gezond is. Zeg maar. Je hebt goedkope pasta's. Maar die zijn niet per se goed voor in de heer. Bijvoorbeeld volkoren pasta's. En ja, ik ben er gewoon helemaal enthousiast over. Je moet maar eens even een website checken. Ze hebben echt alles. Dus je kan linkje in de beschrijving checken en dan zie je. Ik heb er een hele bestelling vol gekregen met allemaal goodies die ik heb besteld. En ik ben heel erg benieuwd. Dus ik ga het altijd een beetje uitproberen. Maar ik ga jullie laten zien wat ik allemaal heb. Oké, als eerst linzenchips. Dit is echt zo lekker. Ik vind linzenchips nog lekkerder als normale chips. Dit is met zeezout. Dus ja, dit is echt mijn guilty pleasure. Deze kan je ook altijd bij de HEMA kopen. Maar ik ben heel erg benieuwd naar deze. Dan heb ik biologische maischips voor tortilla's. Dus ik kan er ook gewoon lekker nacho schotel mee maken of zo. Heel erg benieuwd naar. Dan heb ik een zak kristalzout. Het is altijd lekker over een stukje vlees of zo. Of gewoon, nou ja, dit soort zout is sowieso altijd heel erg lekker, vind ik. En ik heb zelf ook zo'n grinder dat je dus zout malen. Dus dan ga ik er daar gewoon in doen. Dan heb ik hier een mini proteïnebal, cookie dough. Heel erg benieuwd naar. Altijd heel benieuwd naar. Dan heb ik hier bloem. Het is allemaal in het Duits. Want het is een Duitse webshop. Dus daarom vandaar die naam. Maar hier bloem, dat is bijna op. Zo'n zak met biologische crackertjes. Met zeezout en rozemarijn. En dit is echt sentiment aan mijn moeder. Want mijn moeder heeft het thuis altijd. En ik vind het zo lekker. Dus ik heb ook een zak voor mijn moeder gehaald. Ah, gaat ze even leuk vinden. Dan heb ik hier cognac noedels. Dus dit zijn een soort, ja, noedels. En hier kun je lekker teriyaki noedels of zo mee maken. Ja, eigenlijk van alles. Dan hadden ze ook havermelk. Hoe chill. En dit is ook de barista versie. Heel erg benieuwd naar deze. Dus ja, ik ga sowieso morgen even uittesten hoe deze zijn. Dan heb ik hier lasagnebladen. Biologische lasagnebladen met rode lins en mais. Dus er zit meer voedingswaarde in. Dus dat is ook top. Dan heb ik hier een pot kokosolie. Bij mijn moeder kookte ik of bakte ik, braadde ik altijd met kokosolie alles. En dat miste ik hier nog heel erg. Dus lekker kokosolie. Super chill om in, nou, van alles in te bakken. En ook healthy. Dan balsamico uien chutney. En ik vind uien chutney zo lekker. Met bijvoorbeeld een quiche of bepaalde HelloFresh recepten heb ik dit dus wel eens op. En ik kon het nergens vinden en toen zag ik het. Dus heel erg chill. Ook lekker met kaasjes. Maar ik vind het ook echt heel lekker in sommige gerechten. Het zijn echt van die specifieke gerechten, maar echt super lekker. Dan heb ik hier lekker pesto in een potje. Lekker verse pesto. Ook altijd heel erg chill om in de koelkast te hebben gewoon. Oh ja, en dan laatst dus mosterd. En die heb ik zaterdagnacht toen ik terugkwam van uitgaan al gepakt. Omdat ik bitterballen aan het maken was. En ik kan je zeggen, hele lekkere mosterd. Kijk, deze. Dus helemaal top. Heel erg blij mee. Ook lekker grote pot. Echt chill. Het is inmiddels alweer 22:00 s'avonds. Ik ga even mijn haar in de hoe noem je dat nou? Heatless curls. Morgen dagje op kantoor. Dus ik wil er eens goed uitzien.
Ik vind het zo chill. Wat ik maandag en dinsdag ga. Nou ja, ik vind het niet chill. Ik vind het heel leuk om met Stan te zijn. Maar wat ik merk is dat ik het gewoon chill vind. Dat ik maandag en dinsdagavond nooit echt wat heb. Normaal ben ik altijd wel volgepland met dingen. Maar dan heb ik gewoon lekker de tijd om de weekvlog te editen. Alles op een rijtje te krijgen. Te editen. Ik heb echt super, super volle weken. Echt zoveel gepland. Maar wel allemaal hele leuke dingen. Trouwens, ik maak altijd mijn haar eerst een beetje nat. Voordat ik het er dus in vleg. Want als je krullen hebt, dan zie je dus niet heel erg dat je haar vettig is. Dus altijd op de dag dat ik het eigenlijk moet wassen, doe ik krullen. En dan morgenochtend droog shampoo. En dan is het perfect. Ik ben echt benieuwd hoe vaak jullie bijvoorbeeld je vriend zien. Ik zie Stan denk ik ongeveer de helft van de week. Misschien iets meer dan de helft van de week. Woensdag, donderdagochtend, vrijdagavond, zaterdagochtend. En zondagavond. Dus eigenlijk zie ik hem en maandagochtend ook. Oh, maar maandagochtend is vaak heel vroeg weg. Maar eigenlijk zie ik hem dus elke dag. Wel een keer behalve op dinsdag. Dat is eigenlijk best wel vaak. Maar zeg maar bijvoorbeeld donderdagochtend zie ik elkaar alleen ochtend. En dan gaat hij naar huis. En dan zien we elkaar pas vrijdagavond weer. Dus eigenlijk zie ik elkaar dan 2 dagen soort niet. We hebben heel erg ons leven samen. Maar ook weer een eigen leven. Gewoon met werk en... We hebben dan ook wel dezelfde vrienden, maar ook weer heel erg eigen vrienden. Dus ja, ik weet niet. Het is echt de perfecte combo. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is voor een goede langdurige relatie. We gaan nu al 2 jaar, bijna 2,5 jaar. De tijd vliegt voorbij met die gozer. Ik weet niet wat er gebeurt. Maar we hebben het gewoon zo leuk. Time flies when you're having fun. En we zijn zo niet op elkaar uitgekeken nog. Terwijl... Ja, dan kijk je al 2,5 jaar lang naar elkaars kop. Maar het wordt alleen maar leuker. Dus ja, ik denk dat dat echt belangrijk is. Ook al ben je in het begin verliefd en wil je echt elke minuut met elkaar zijn. Ik snap het. Maar het is zo belangrijk om niet je hele leven op te geven. En gewoon echt door te blijven gaan zoals je deed. Ook gewoon echt belangrijk. Gewoon je vriendinnen blijft zien. Ja, gewoon een beetje je eigen dingen ook hebt. Want... Ja, ik denk dat dat echt wel gewoon heel belangrijk is. Bijvoorbeeld niet, sowieso niet overhaast met het samenwonen of dat soort dingen, weet je. Ik heb zoiets van, tuurlijk, als het aan mij lag, zou ik het super leuk vinden om nu samen te wonen met Stan. Maar, why? Ik heb heel mijn leven voor me nog om met hem samen te wonen. Hoe leuk is het nu gewoon dat ik hier op kamer zit en dat hij hier de halve week is en... Gewoon de rest van de week heeft hij zijn ding. Ik ook mijn ding. Dan is het toch eigenlijk ook perfect. Want ik kreeg ook heel veel vragen toen ik naar Amsterdam ging verhuizen. Of waarom ik niet met Stan ging samenwonen. Maar nou, toen waren we allebei nog 21. Ja, waarom zou ik op je 21 al gaan samenwonen? Ja, het kan. Maar het kan ook op mijn 24 of 25ste. Nu gaat het juist alleen maar heel goed. We hebben een soort voorproefje op samenwonen door hier samen in Amsterdam. En dat gaat echt super goed. En dan gaat het gewoon een beetje langzamerhand in stapjes. Very happy about it. Zit het weer in en kunnen we lekker gaan slapen hiermee. Sexy is het zeker niet. Goedemorgen allemaal. Het is dinsdag. We gaan nu naar kantoor. Lekker werken. Oh, ik heb echt een kutsok aan die zo over je enkel heen gaat als je loopt. Kut, sorry. Maar ja, we doen het er maar mee. Ik ga snel door. Nou, ik ben gezellig als eerste op kantoor. Mijn haar, het regent zo hard. Ik ben helemaal nat geregend. Gadverdamme. Kijk, dit is de outfit of the day. Heel simpel eigenlijk. Dus een bruine blouse en een leren broek. En deze schoenen. En hier is mijn desk. En hier is mijn weekly planner. Cute lampje aan. Cute. Kijk, dit is die waterfles van Floor. Die zit 2 liter in. En ik moet dit eigenlijk ook echt, want ik drink hier niet op kantoor. Oké, ik ga meteen water pakken. Want ik drink hier gewoon niet. Het is echt heel erg... Zo, ik heb spierpijn in mijn arm van gisteren. Wat de hel. Kijk, hier moet ik lekker aan drinken. Zo'n Starbucks beker. Ik wil drinken. Neem ik wel onderritjes kwijt, maar ja. Maxter is leaving us. She's gonna focus on her studies.
Ja. So, we hebben nu een afscheidsbroodje. Helemaal gezellig. Warm, but so warm. Kijk, het is niet normaal. I'm sweating. My brother bought them for me, hè? Ja. De roze. De pink ones. Leuk. Oh, ik ga even lekker. Nou. Ja, deze zijn echt heel leuk. Ja, maar die. Ik twijfel op deze. Ja, ik vind dat het is wel leuk, maar ik draag ook alleen maar gratis. Wat mij. Best leuk. Best leuk, ja. Maar die fucking Zalando werkt niet voor mij. Oh. Nee, maar ik was in de stad vandaag. En ik liep daar. We gaan even lekker borrelplankje maken. Jum. Wauw. Kijk eens hoe mooi. Mickey gaat poepje champagne. Mag ik al eten? Ja. Oh, ik vind dit zo eng. Oh, nou, bij mij ging het ook helemaal fout op mijn birthday. Ja, ik heb ook niet gewoon maar... Should I wait? Ik krijg ook helemaal stress dat je zo je camera gaat doen. Nou, dit gaat niet goed vast. Dit gaat echt niet goed. Dit valt zo in dat water. Nee. Ja. Hallo. Oh, en dan afvragen waarom ze 20 van die camera's heeft. Ja, ja. Ja, ja. Heb jij misschien nog een camera gekregen? Ze trekt de la op. Ik pas in de camera. Zijn ook echt achter de... Morgen is vakantie. Ja, zijn teringdeur. Dit a girl had boy trouble. Ja. Maak ik film jou? Ja, I was waiting. Waarom? Dat doet voor de content. Ja. Doe het voor de views. Niet tegen mij aan. To the ceiling. Ja. Nee, I'm open. Wait. Wow. I hate popping the champagne. Nou, ik ook. Hallo allemaal. Ik ben terug van werk. En ik heb ook nog even gesport lekker leg day. Maar weet je, ik dacht ik ga een lekkere lasagne voor mezelf maken. Met Corro. Een broccoli groente lasagne. Geen idee of het lekker gaat worden. Maar ik had natuurlijk deze lasagnebladen gekregen. Dus ik dacht. Ja, laten we die gaan uitproberen. Dus ik ga een hele broccoli erin. Lekker veel vitamins, spekjes, bosui, roomsausje maken. Komt helemaal goed. Dus ik ga eerst even de broccoli een beetje koken en zo. En nou, wat grappig. Deze lasagnebladen gebruiken. Nou, ik ben helemaal benieuwd. Nou, de meiden zijn lekker aan het kokerella. Cecile is lekker gyoza aan het maken. En ik heb een soort groente lasagne. Nou, heel benieuwd hoe dat gaat worden. Ja, het is een cookie dough proteïnebal. Gaan we... proberen. Cookie dough. Nee, het is gewoon echt een bal. Hey, cut to the chase. Nee, het is maar gewoon hetzelfde. Naar proteïne. Nee, dan. I know how protein tastes. Nou, goed, want ik moest nog proteïne hebben. Zo. Maar het is wel gewoon. Oh ja, ik kan jullie nu een tip geven. Ja. Die, maar misschien is het dan af op bij de Albert Heijn. I'm not gonna gatekeep. Wat? Die barbel. Je hebt nu een nieuwe barbel. Dat was. Nou, oké, als je proteïnerepen eet bij de Albert, ken je het wel. Je hebt zeg maar zo'n merk barbel. Dat heet het ja, barbel. En heb je nu een nieuwe. En dit, dat is een soft bar, noemen ze net. No. Dat is een gele verpakking met rode letters en barbel erop. En dat smaakt oprecht precies hetzelfde als een milkgrain. Ja? En proteïne. En ik heb nog nooit gehad dat ik een proteïnereep had. En dat ik dacht, het smaakt niet naar een proteïnereep. Hmm. Dus. Oh, matcha van hun. Nou. Alright, ik ga hem even klaarmaken. Ik ben trouwens thuis van... Heb ik vandaag überhaupt de vlog wel geopend? Hallo allemaal, het is vandaag woensdag. Ik was vanochtend even op kantoor. Ik ga nu even klaarmaken, want ik moet wat content maken. Terwijl ik me ga opmaken, dacht ik... Misschien is het wel leuk om een kleine storytime te vertellen over mijn vriend en ik. Want we gaan bijna alweer 2,5 jaar... Wacht, april. Ja, 2 april gaan we 2,5 jaar. Alweer een hele tijd, maar vliegt ook weer voorbij op een of andere manier. En ja, Stan en ik hebben gewoon het geluk dat we eigenlijk elkaar via hebben leren kennen... We allebei
dezelfde intenties hadden. Wat wel moeizaam ging, want in het begin weet je dat dus niet. Sanne en ik hebben heel lang ontkend in het begin dat we elkaar leuk vonden en dat we eigenlijk verliefd waren. En we wisten elkaars intenties ook niet. Dus het was daardoor ook een beetje eng om dat uit te spreken. Op een gegeven moment ja, werd het steeds meer en meer en meer en meer dat we elkaar zagen en elkaar wilden zien. En op een gegeven moment hadden we wel gewoon door van ja, we zijn gewoon verliefd op elkaar. We kunnen het ook wel gewoon tegen elkaar zeggen. Ja, weet je, het is soms lastig en vooral in deze tijd. En ik heb gewoon echt het geluk dat ik tegen Stan ben aangelopen en hij de juiste intenties had die ik dus ook had. Want tegenwoordig weet je het niet. Jongens kunnen zo fake zijn en zo je aan het lijntje houden. Maar dat is ook niet erg. Ik bedoel, iedereen is wie die is. Misschien ben jij helemaal niet op zoek naar het vast. En kom je een jongen tegen waarvan je denkt, wow, kom hier steeds. Ik heb hier helemaal geen zin in. Ik wil gewoon het even gezellig hebben. Ja, het kan allemaal. Ik heb dus echt een uitvinding voor de meiden die hiermee struggelen. Of jongens. Maar ik heb voornamelijk meiden die mij kijken. Dus girls, I got you. Wat je kan doen is de dating-app Fruits gebruiken. Bij Fruits zie je namelijk de ware intenties van iedereen. En elke fruit heeft dus zeg maar zijn eigen intentie. Ik ben bijvoorbeeld een echte kers. Want een kers staat ervoor om je wederhelft te vinden. Je kan ook denken van, yo, ik weet het niet helemaal. Misschien wordt het gezellig, misschien niet. Dan ben je dus echt een druif. Hoe chill als je gewoon op date gaat met iemand en je weet gewoon, we weten, we gaan allebei gezellig maken en er hoeft niks aan vast te zitten. Dan zou dat echt veel anxiety schelen. Je kan natuurlijk ook gewoon op zoek zijn naar alleen friends with benefits. En ook no big deal. Dan ben je gewoon een echte watermelon sugar. Nee. Je kan natuurlijk ook denken van, wat wil jij liefde? Want ik haat de liefde. Nee, haat de liefde. Maar ik zelf het voorstand. Ik ga nooit meer een relatie nemen. Ik heb helemaal geen zin meer in liefde. En ik haat jongens. Mij niet bellen. In die fase zitten we allemaal wel eens. En dan ben je een persik. Kan beter maar gewoon eerlijk zijn, toch? Ja, ik vind wel. Eigenlijk geeft Fruits de gelegenheid en de openheid. En ook het gevoel van dat alles kan, alles prima is, alles mag. En jij gewoon mensen zoekt met de perfecte intentie. Eigenlijk is het gewoon een lifehack. Het verbreedt ook gewoon de clichés van alleen mannen willen one night stands. Of alleen vrouwen willen een vaste relatie. Dus iedereen wil wat hij wil. En ja, dat is toch ook gewoon prima. Echt super makkelijk om een account aan te maken. En ja, het werkt gewoon heel simpel. Je swipet gewoon. Swipe. Swipe. Kijk, ik ga natuurlijk nu niemand liken, want ik heb een vriend. Maar ja, check zeker even de link in de beschrijving. En dan kan je dus de app vinden in de App Store. En het even opzoeken, downloaden. Ja, en even kijken wat dat voor je is. Nou, ik ga me even verder klaarmaken. Not too much. Just a little bit. Touch up my head. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Vandaag is een superleuke dag. Vandaag heb ik namelijk een verrassingsdag van Isabelle en Bo. Echt hoe leuk, dat hebben dus voor mijn verjaardag gekregen. En ja, ik ben echt heel erg benieuwd. Het zonnetje schijnt lekker, dus daar word ik al ontzettend blij van. Kijk hoe mooi het nu is. Oh my god, I need to take a pic. Ik ga even een koffie voor mezelf zetten en in de ochtend alleen werken tot 12. Even en daarna. Het is een hele leuke dag. Ik heb hem ook nog niet echt klaargemaakt. Ik heb alleen mijn haar vanochtend even in de krul gehad. Maar het zit echt nog niet goed. Ik moet echt nog heel erg uitzokken. Maar ja, dat heb ik wel dan de hele ochtend nog voor. Er is echt iets geweldigs binnengekomen. Van Charlotte Tilbury. Oh my god, dit is echt de dream. Dit is echt een dream. Dit is echt een dream. Oh my god, ik ben zo benieuwd. Van Spice PR. Gewoon je TikTok gezien dat je erop moest. Ja, met nog heel veel andere, maar. Oh my god. You're mad? Nee. Dit is toch geweldig? Maar nu dan? Oh my god. Scan hier, unlock your magic. Oh, dan ja, moet je dit dag. Scannen. Play my secret message, bro. Darlings, simply enter your secret code 013 for everyone. Enjoy, my darlings. Ik ga heel even. Oh my god. Oké, ik ben heel benieuwd wat hierin zit. Oh my god. Cream. Oh my god. Deze heb ik bij die facial gekregen. Die deze? Niet normaal, ja. Een body cream ook. Oh, wat leuk. Ja. Maar hebben ze dit niet? Oh nee, want Spice PR was zeker niet die facial. Nee, dat was via ons. Oh my god. Maar even, weet je hoe duur zo'n pot is? Nee. Dat is echt
Ja, 60 euro. Ja. Ik denk het wel. Oh my god, dit is zo leuk. Ik vind het wel waar dat ze niet terug had gemaild. Ja, gewoon ze stuurt. Ja, zo'n pot is 66 euro. Nou, heel leuk. Ja, dit is de. Ze zegt dus dat deze crème elke 10 seconden wordt verkocht. Zo. Elke? 10 seconden. Dat zei ze dus. Oh, die heb ik ook. Ja? Ja, je hebt 1 van de 10 seconden. Ja. Maar dat is gewoon 66 euro. Leuk. Ja, ik heb de prijskaart nog in, want ik weet het nog niet. Wat vinden jullie? Ja, ik vind het leuk. Ik twijfel ook een beetje. Maar ik heb ook een beetje. Wat vinden jullie, jongens? Kijk, ik vind het wel leuk, maar ik denk één maat groter. Want dan krijg je die oversized een beetje. Ja, maar ik vind het nu een beetje een soort van. Ik vind het een soort van oma jas. Ja, wel echt, hè? Wel een beetje. Omdat het is toch of zo, denk ik. Ik ben helemaal afgemaakt hier. Ik vind die beige leuker. Die beige heb ik ook, ja. Die beige die is echt top, ja. Wat loop jij nou snoer te doen, joh? Beige jas, ik heb besteld. Waar komt die van? Van de beige. Met mijn kortingscode, Sarah Verwoerd. Ja, ik had... nou, even volgtjes. Ik kreeg je 80 euro eraf, hè? Ja. Ik was helemaal in shock. Ja, zij appt mij opeens. Ik ga vanaf even Sarah's code gebruiken. Ja, nou, het is geen grap, jongens. Het is geen grap. Real business. Ik heb me helemaal ready gemaakt. Isabel en Bo zijn er nu. Daar zie je wel. Hallo. En dan gaan we beginnen met een leuke dag. Yes. Zo leuk. Je moet alles vloggen, oké? Ja, dat ga ik doen. Ik ga nu ook Bo vloggen. Kijk, daar staat Bootje met de auto voor de deur. Hallo. Oh, ik raak die auto. Oh, nou. Oh, achterin. Hey, nee, jij moet achterin. Oh, ik moet achterin. Oh. Ik ben er weer dom aan het doen. Zo, hey zus. Hoe is het? Ja, goed. Ja. Mooi, ja, ik ben helemaal excited. Zo mooi. Ja. Nou, en ook gaan we ja. Ja. Nou, er worden dus hints bij. Dus eerst krijg je hint nummer 1. Ja. Dus dan kan je misschien weten wat het is, maar... Ja, je moet het gewoon even openmaken. Ja. La, dit is echt niet normaal, hoor. Hele voorbereiding. Zo mooi. Ja. Oh my god. Oké, nou, dan gaan we. Is het echt hoor? Ja. Dat is de eerste hint. Bas, babe. Oh. Even voorlezen. Oké, lieve Saar, de dag gaat beginnen. Bij deze eerste activiteit hebben we vooral jouw slimme hersens nodig. Gaat het ons lukken? Veel succes. Is dit zo'n, hoe noem je dat nou? Dat is zo'n, fuck, hoe heet het nou? De dark room? Hoe heet het nou? Oké, ik ben op het woord gekomen, escape room. Maar ja, ze gaat niks zeggen, dus ik ben benieuwd. Ze zien het wel. We hadden net escape room, ik kon helaas mijn camera niet meenemen, maar het was echt super leuk. Het is ons niet helemaal gelukt, maar ik heb nu de volgende hint. Yes. Ik ben heel benieuwd. Er hoort ook nog iets anders. Rosé all day. Zo, is het jullie gelukt? Voor het volgende uitje gaan we iets doen waar we echt goed in zijn. Dit cadeau is daar passend bij. Cheers, babe. Deze. Oh, het is een meintje. Oké, lekker. Ben je 17 minuten? Lekker rustig lopen. Ja, even lopen. Lekker wijnen, lekker pino. Oké. Okay. Nou meid, let's go to the next. We zijn lekker bij de High Wine. We zijn al bij ons derde wijntje. Kijk hoe mooi het hier is. Echt helemaal leuk. En we hebben dus ook bij elk wijntje een passend gerechtje. Nou, we gaan het even proeven. Vind je ook? Ja. Taste test. Ik weet niet wat het is, want daar hebben we niet heel goed naar geluisterd. Nee. Oh, dit is wel lekker. Dat is een soort lekker. Heel veel smaak. Oh. Alles is zo lekker. Alles is lekker. Het heeft inderdaad zoveel smaak allemaal. Ja, je zou het niet zelf bedenken. Nee, nooit. Heel erg lekker. Ja. Hoe kan sommige dingen zoveel smaak hebben? Ja, dat nou, mijn haar is niet helemaal je van het. Ja, het is mooi. Je haar is heel mooi.
Ja, voor mijn gevoel is het echt een beetje een soort rijmesje. Ik heb echt niks gedaan aan haar. Al lichtpunt. Ja, ik heb die Heatless Curls in gedaan. Oh echt? Maar mij werkt het niet. Nee? Dat is lekker dit. Volgende hint, ene laatste hint. Dit is al een bizarre dag, sorry hoor, maar dit is gewoon al niet normaal. Dit is gewoon echt gewoon heel... Love, so much love. Als het allemaal goed gaat met die vriendkamer. Sozus, nog niet gemaakt, Honka. Laat ons flieken en klaarmaken voor de volgende verrassing. XX Juan. Juan Hoppalter! Ja, dat stond op de planning, maar ik denk dat krijg je er ook nog wel lekker bij. Nou, ik vind het niet, dit gaat veel te ver. Nou ja. Leuk hè, ik vind het wel. Vind je het leuk? Ja, tuurlijk vind ik het leuk, maar ik vind we hebben nog nooit gehotpot en we willen allemaal zo lang. Dus nu gaan we ook weer iets weer te nieuws doen. Ja. Gaan we dus hotpot. Ja, het is echt zo een benieuwd. Zo. Maar misschien valt het heel erg tegen en denk weg, wat is dit voor Kaolo? Die XX-saus. Man. Ja. Nee, maar hotpotten, dat is gewoon... Jij doet heel boos. Het is gewoon lekker, ja. Het is gewoon echt lekker eten. Zeg maar, het is niet fancy, maar net hebben we lekker fancy rechtdoor gedaan. Ja, rechtdoor. Nu wordt het echt lekker vreten gewoon. Nu wordt het gewoon kader van ons leven. En gewoon leuk om iets nieuws uit te proberen. Ja. Ja, Barella, you can stand on my umbrella. Fucking mooi, jongens. I love it. Let you know my umbrella. XX. Waar? Nou jongens, we zijn... Kijk al zitten in dat ding! Ja, maar je moet even jou filmen, je lijkt dat je met haar bent. Lijkt het alsof je nu nog... Nee, die moet het nu even terugkijken. Okay. Maar je hebt hier dus lekker sausie. Nou, ik heb zoveel honger. Niet zoveel honger. Wat lekker. Knoflook? Nou, we hebben de hotpot. Ik durf niet alleen. Hoezo niet? Nu kan je niet meer. Oh, maar we hadden toch gewoon één of hadden we... We hadden alleen medium spice gekozen. Maar je krijgt van... Ja, maar je krijgt sowieso die. Maar ze raden aan dit voor, voor vlees en dit voor groente. Ik ben benieuwd. Lekker wijntje. Dit is echt living the dream. Wat is dat allemaal voor gek? Ja, hier ligt echt al heel veel licht hier. Mijn vader zou dit echt extra. Oh, mijn ouders zouden dit niet wegrijden. Nee. Mijn ouders zouden hier neus in gaan. Wij hebben less spice. Nee, wat hebben we? Medium spice. Maar je moet echt less spice. Ja, we zien er niet meer uit. Nee, maar dat komt echt door het licht hoor. Ja, dat hoop ik. Maar het is wel heel. Heel lekker, heel knoflokerig. Heel lekker. Oh. Mm. Heel spicy heb ik echt. Oh, ik ga even een lekker vleesje nemen. Nou, geef maar aan mij. Zo, wat een mooie lap. Ik ga zo stikken wat in dit schortje. Ja. Zou die hier nog gaan? Ja. Denk ik niet. Nee? Nee. Oh, ik zou wel nog een keer ingaan hoor. Maar dan zou ik misschien... gewoon allemaal eigen dingen bestellen. Ja, dat. Wat ik sowieso lekker vind. Ja. Want het is eigenlijk zonde dat je zeg maar denkt heel gewoon heel leuk vindt, ja. Maar je ook weet niet wat het is, zeg maar. Nee. Zo... Ja, en nou je eigen dingen kiezen. Niet een menu nemen. Maar dit is echt mijn jam. Gewoon noedels. Ja, dit is wel echt. Het is wel leuk. Ja, ik vind het ook maar leuk. Maar een soort gourmetten. Ja. En het boeit gewoon niet. Je kan nu gewoon echt zo'n ja. Zo, ik begin ook wel vol te raken hoor. Zo, zo daar stink hierna. Naar eten. Ga lekker een uur. Kom naar mij. Buiten een uur staan denk ik. Maar we rijden alle drie naar Take a bullet. 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 Take a bullet.
Voor de vlog. Ja, voor de vlog. Goedemorgen allemaal, het is vandaag lekker bezig. Ik probeer te vloggen. Valt die camera uit, is die batterij dus leeg. Maar wat ik wou zeggen is, zaterdag was onderweg weer naar huis. Gisteren had ik bij Stan zijn oma gegeten, dus dat was heel erg gezellig. En ik ga nu gezellig naar de Noordermarkt. I love the Noordermarkt so much. Het zonnetje schijnt lekker, maar het waait wel echt super hard. Dus ik ga heel even snel wat van mezelf maken. Een beetje mijn cupje erop, mijn haar een beetje doen, want dit kan echt niet. En ik ga met Maggie en haar broertje, die woont eigenlijk in Brussel. Dus die is hier gezellig voor een weekendje. Dus nou, ik ga heel even snel wat aan mezelf doen. Oké, ik heb me een beetje klaargemaakt. Oh, ik besef nu ik die ballon zie, dat mijn verjaardag al een week geleden is. Hoe dan? Hoe gaat de tijd zo snel? Maar goed. Klaargemaakt. Deze jas aan. En ga lekker naar de markt. Trouwens, echt super lief. Ik was trouwens net even op de Noordermarkt. Maar van Stan's oma heb ik gewoon deze vet grote panini tosti ijsje gekregen. En dit had ik nog niet. Hier in huis. We hebben veel, maar een tossie-ijsbeer hadden we nog niet. Volgens mij is het echt ziek groot. Dus ik moet even kijken waar we dit nou weer gaan neerzetten in de keuken. Zo. Hij is gewoon helemaal nieuw. Kijk dan, hij is gewoon helemaal nieuw. Ik had er nog niet één. Dus dat is echt heel erg chill. Ik weet het denk ik wel. Ik kan het gewoon hier boven de vriezer leggen. Dat is perfect. Ja. Dat is perfect. Ik ga nu de spicy noodles maken. Ik heb deze nog nooit op de zwarte. Dus ik ben heel erg benieuwd. Oké, guys. Ik heb de extra hot spicy cheesy noodles gemaakt. En ik vind het nog best meevallen. Het had veel erger gekund. Maar ik heb hem wel... kaas en crème fraîche gedaan, dus dan wordt het wel minder spicy. Maar ik vind het echt prima te doen. Het is echt prima te doen. Is het echt heel lekker? Nee, ik zou het zelf lekkerder vinden als zou het minder spicy zijn. Maar het is wel gewoon te eten. Dat is het gewoon. Ik heb wel echt water nodig. Oeh, als je snel achter elkaar eet... Wordt wel meer pittig. Oké, ik heb me snel klaargemaakt. Ik heb weer haast, dus ik moet gaan. Hele leuke outfit aan. Zo'n mesh top.
En dan een leren broek en een blazer. Dus ja, helemaal leuk. Ik ga nu. Hoi allemaal, Maggie is terug. Wat is dit licht? Solo. Maggie is terug. Nou, Maggie, we are with Maggie. Nee, ik kan wel Nederlands praten. Met Maggie de broertje. Voilà. Weekendje in Amsterdam. Ja, we zijn bij Linguini. Dit is literally de lekkerste Italiaanse restaurant in Amsterdam. Zo lekker. Ja, lekker bij. Zo lekker. Ja, zo gezellig. Ja. Dan heb je gewoon iemand een tapijtje op tafel liggen waar je glas in bent zat. Nou jongens, ik ben weer gezellig thuis. Het was echt een superleuke avond. Waarom ben ik niet scherp? Lijkt maar. Nou, ik weet het niet. Super lekker gegeten bij Linguini. En daarna hebben we nog even lekker een cocktailtje gedaan bij 24/7 Bar. Of 27? I don't know. Something 27. Even mijn make-upje eraf halen. Very much needed. Echt leuk om Maggie, de broertje, te ontmoeten. Dat was echt heel erg gezellig. En morgen, straks zondag, morgen wil ik gaan sporten. Gaan we doen. Weet ik nog niet, want ik wilde vandaag ook gaan sporten. Heb ik niet gedaan. Maar we gaan het wel even zien. Maar wil je lekker Italiaans eten, is Linguini echt een aanrader. Ach, wat een zoveel lekkere dingen. Ik had ook echt een hele lekkere cocktail net. Het was echt €20. Maar het heette Le Vie en Roos of zo. Die cocktail nou was echt niet normaal. Het was echt zo lekker. Ik zat eigenlijk midden op de Dam. Ik keek ook over de Dam heen. Op zich wel een leuke plek, maar wel duur dus. Maar ja, wel even leuk om een cocktailtje te doen joh. Weet je, why not? Nou, nu lekker mijn make-upje eraf. En het bedje in. Ik heb me lekker klaar. Lekker uit eten. Hier gaat geen lof aan. Nee, die doet het even niet meer. Mijn oma is gezellig. Het lijkt mij even gekeken. We gaan nu lekker uit eten. Zin in. Lekker eten. Oh, yum yum yum. Lekker. Ja, dus die neem jij niet, want we hebben ook niet voor jou gestemd. Nou guys, ik ben weer thuis. Het uit eten was zo, zo goed en zo lekker. Echt, als je van vis houdt, wow, ga naar Pesca, ga daar vis eten. Het is niet normaal. Er zijn zoveel lekkere smaaksensaties en zo lekker. Gewoon die smaak allemaal, het is echt top. Ja, het is gewoon een verse viskraam, zeg maar. En dan ga je dan gewoon allemaal lekker vis uitkiezen en zo. En het is een beetje shared dining, dus dan ga je gewoon een beetje al die vissen delen. En ach, het was zo lekker. Echt, I love it. Nu ben ik lekker thuis en dan ga ik mijn make-up eraf halen. Lekker een serietje kijken en mijn bedje in. Heel wat op. Wat een lekker vreed festijn weekend. Oh, heerlijk. Maar wel, ja, lekker genieten, weet je. Waarom ook niet? You only live once. Aankomende week wordt ook echt een vet drukke week. Maar wel een drukke week met alleen maar leuke dingen. Dus ja, komt helemaal goed. Lekker make-upje eraf. Yes, I'll be on my way now.